Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag zullen we het hebben over sportfotografie. Een aantal interessante instellingen voor sportfotografie. Ik ben een tijdje terug een hockeywedstrijd gaan fotograferen. Dus daar werk je in een zaal. Afhankelijk van de zaal heb je veel of weinig licht. Maar je wil altijd wel voorkeur geven of voorrang geven aan een snelle sluitertijd om de actie te bevriezen, om toch iets van scherpe beelden te kunnen maken. En eigenlijk de combinatie die ik het liefst gebruik voor sportfotografie is deze die hier zit. Dus de Fujifilm X-T2. De reden dat ik de X-T2 het meest gebruik voor sportfotografie is gewoon omdat dit de recentste body is van die ik heb van Fujifilm. Dus de meeste features heeft. En dus zoals bijvoorbeeld de snelste autofocus. En de meeste instellingen voor het aanpassen van die autofocus. En wat ik dan als lens gebruik, is typisch bij een sportwedstrijd, sta je aan de kant, aan de zijlijn. En heb je dus wel wat bereik nodig. Dus wat ik dan het liefst gebruik als lens is deze lens. Een zoomlens met een telebereik. Dus als we dan maximale opening. Dus op 55 fotografeer ik dan vaak. Maar doordat ik een zoomlens gebruik, kan ik terwijl ik op één locatie sta, meestal heb je geen tijd om veel te veranderen van locatie, om veel compositie te gaan maken. Dus dan is het handig dat je kunt deels inzoomen voor wat bereik, dat je de actie wat dichter kunt brengen en dat je ook nog wat kunt uitzoomen om een klein beetje naar een compositie te zoeken. Ja, dus dit is wel een variabele zoomlens. Dus dat betekent eigenlijk dat je afhankelijk van je zoombereik of je brandpuntsafstand die je instelt, wijzigt de maximale opening. Dat is heel vervelend als je met een belichting werkt. Dus wat ik dan persoonlijk doe, is deze lens eigenlijk continu op F4 gebruiken. Ik gebruik ook manuele instellingen voor de belichting, dus we zullen hier even die instellingen overlopen. Eigenlijk wat ik doe op die locatie is een manuele belichting vaststellen. Dus dan gebruik ik een matrixmeting, dat is hier deze instelling, richt ik op een grijs onderwerp op die locatie in die zaal en dan vertrek ik van een sluitertijd van ongeveer, ik zou aanraden, een 500ste van een seconde. Je zult zien in veel van mijn hockeyfoto's dat ik op een 250ste van een seconde werk, omdat je dan nog iets beweging hebt in je beeld, maar je gaat dan eigenlijk ook wel meer foto's moeten weggooien omdat ze niet scherp zijn. Dus ik zou eigenlijk aanraden van een 500ste van een seconde te gebruiken. Verder zal ik ook altijd belichten en dan afhankelijk van de situatie als nodig is ene stop gaan onderbelichten om de felle witte, als je veel contrast hebt om veel felle witte onderwerpen of deze van een klein beetje onder te belichten dan eigenlijk te gaan overbelichten. Verder de F4 dus op de lens en die combinatie, daar zal ik dan een aangepaste ISO-waarde voor instellen. En in veel gevallen, de foto's van de hockeywedstrijd bijvoorbeeld, waren ofwel op ISO 6 of zelf op 3200. Nu, het nadeel van dergelijke hoge ISO-waarden is dat je eigenlijk minder mooie kleuren bekomt en iets scherper in beeld hebt ook. Voor de hockeywedstrijden die ik al gedaan heb, de ene was op 3200, de andere op 1600. En eigenlijk, het was een zaal in Jean waarbij je een combinatie had van het kunstlicht van de verlichting in de zaal en buitenlicht, want er waren grote glaspartijen, er was ook daglicht. Wat het eigenlijk heel moeilijk maakte om de witbalans in te stellen. En in plaats van die correcties daar te gaan uitvoeren bij de nabewerking, heb ik dan er gewoon voor gekozen om in zwart-wit mijn beelden allemaal op te leveren. Dan wat filmtransport betreft, dus dan zie je hier heb je dan, is staat voor single, dus dan ga je telkens als je de sluiter half ingedrukt houdt een belichting maken, als je hem volledig indrukt één foto maken. Als je hem op continuous set, die CH en CL, dan ga je eigenlijk zolang dat je de sluiter indrukt, foto's blijven maken. Dus ik kan dat even demonstreren, dan maakt eigenlijk continu foto's zolang ik indruk. En dan hoor je dat in burst continu foto's maakt. Nu, dat gebruik ik zelf liever niet, omdat je dan als resultaat krijgt dat je heel veel foto's hebt op het einde, die je allemaal moet gaan selecteren. En zelf in die single shot, dan zal ik in dezelfde actie uitvoeren, wordt er maar één foto gemaakt. Zelfs in die modus heb ik typisch na zo'n wedstrijd al een 400-tal foto's, waar ik dan een selectie van een 100-tal uit moet gaan maken. Verder wat de autofocus betreft, dan heb je bij Fujifilm hier een selectie. Zal ik dus manueel, de M is manuele autofocus, dan moet je dus hier manuele focus weten, dan moet je de scherpstelling zelf bedienen. C is de optie voor continu en S is voor bij enkelvoudig wordt er scherp gesteld en van zodra dat scherp is, stopt de focus. Nu, bij een bewegend onderwerp is dat niet handig, want dat wil zeggen dat als dat onderwerp dan beweegt, dat je beweegt gewoon uit het scherpe dieptebereik. Dus je kan beter C gebruiken en daarbij zal er dan continu scherp gesteld worden en dat zou je denk ik ook wel een klein beetje moeten kunnen zien. En dan gaat hij eigenlijk continu gaan focussen, zolang dat je dus de ontspanner half indrukt. Nu, een aantal andere opties. Dus je zag hier al dat ik nog maar één selectievaaltje heb. Dat is natuurlijk niet handig. Je wil in plaats van die single point, wil je ofwel wide tracking ofwel zone AF gebruiken.
Nu, ik heb wat geëxperimenteerd en daaruit bleek dat de sauna heeft, dus als ik die gebruik, dan zie je dat er hier een selectie is. Kanten van uw beeld wel. En bij de hockey ofwel is de manier waarop ik fotografeer. Gebeurde het te vaak dat er bepaalde elementen hier in beeld kwamen die eigenlijk scherpgesteld moesten zijn. Dus ik werk liever met de wide tracking en dan zie je dat eigenlijk bijna over heel uw beeld focuspunten gebeuren. En dan heel specifiek voor de Fujifilm heb je nog een aantal andere opties. De AFC custom settings zijn nog van belang. En dat zijn eigenlijk een aantal presets. Je hebt er 5 geloof ik en de 6e is een custom preset. En elk van die presets heeft een andere manier van omgaan met onderwerpen in je beeld die erbij komen, die verdwijnen, die bewegen en dergelijke. Daar kun je zelf gaan kiezen hoe gevoelig de camera is voor bepaalde wijzigingen. Wat ik zou aanraden voor sportfotografie, er staat een duidelijke uitleg bij elke preset. Zelf heb ik voor de hockey eigenlijk een combinatie van 2 en 5 was het denk ik gebruikt. 2 zal vooral gaan tracken en proberen een bepaald element te gaan vasthouden. Maar wat eigenlijk nog beter werkt is optie 5, set 5. Waarbij dat hij je onderwerp gaat vasthouden, maar ook wel gevoelig is voor nieuwe onderwerpen die in beeld komen. En dan gaat wisselen naar die nieuwe onderwerpen. En uw onderwerpen kunnen ook bewegen, versnellen, vertragen, wat hij typisch bij hockey wel hebt. Dus persoonlijk vind ik die. Dan denk ik dat we de voornaamste instellingen voor sportfotografie overlopen heb. Dat ik iets vergeten ben, laat het zeker weten als je nog opmerkingen of vragen hebt. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.